Goedemorgen zonder zorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het dag 3 in Mumbai. Ik wil zo naar buiten gaan om wat te shoppen. Er zijn namelijk in deze straat, ik verblijf nu op de Linking Road. En op deze straat heb je heel veel winkels. Gisteren heb ik er ook een paar bezocht. Ik weet niet of ik heel veel daarvan heb laten zien. Vandaag heb ik deze zwarte broek aan. Oh my god, guys. Deze broek. Ik heb dit zo veel gedragen in Singapore toen ik daar was. En hij komt van Weekday. Hij is super comfy. Hij was wel duur. Ik denk richting de 50 euro zo. Maar de kwaliteit van deze broek is zo goed. Alleen een probleem die ik nu heb is dat hij een beetje groot is. Want de tijd dat ik naar Singapore ging, toen ben ik best wel wat bijgekomen. Dus zat hij voor mij prima. Ik bedoel, ik voelde me hier super fijn in. De broek was lekker losjes. En het was gewoon lekker een comfy broek om te dragen. Het is, doordat het zo losjes en groot is, best wel luchtig. Maar bijvoorbeeld hier in India, vooral deze wijken hier in Mumbai, zou ik redelijk voorzichtig zijn met het dragen van korte kleren. Nu weet ik wel dat in Bandra wat meer kan. Maar zelf voel ik me daar niet heel comfy bij, want ja, heel veel mensen kijken je aan als je langs loopt. En dat vond ik niet heel fijn. Maar verder dan dit roze topje van Cotton On heb ik in Singapore gekocht. En ik heb vandaag voor het eerst zelf mijn haar gewassen na de keratinebehandeling. En het is nog aan het drogen. Maar zover ik zie is het wel stijl en lekker zacht. Dat is heel fijn. En ik heb vandaag na een super lange tijd weer wimpers opgedaan. En iets meer met mijn make-up gedaan. Oeh, en ik heb nieuwe oorbelletjes aan. Oeh, jullie kunnen niet eens zien. Deze. Die heb ik cadeau gehad van hele goede kennissen van ons in Goa. Dus die wil ik graag aandoen. Ik neem jullie vandaag dus weer mee. En vanavond is dan weer dansles van de eerste les die ik volgde, het vervolg daarvan. Dus dan neem ik jullie ook wel mee. Oké, ik had het gisteren dus over de Nykaa-winkel. En kijk wat ze verkopen. Huda Beauty. Ik was vorige keer in Sephora en ik heb het daar niet gevonden. Maar ze hebben het hier. Oh mijn god. En in Nederland hebben we natuurlijk geen Huda, zover ik weet. Dus misschien wel op Cult Beauty. Maar ik ben benieuwd of zij... Oh, misschien hebben ze het niet. Die nieuwe setting spray, die wil ik heel graag hebben. Oké, ik ga het even vragen. Maar ze hebben wel echt alle kleuren foundation. Dus misschien ga ik laten matchen. Even kijken. Oh, ze hebben wel de lashes. Oh nee. Ik ga het even vragen. Oké, ik ben net klaar bij Nykaa. En hier is mijn tasje. Ik heb twee lipsticks gehaald. Een liquid lipstick. En lip liner en ze verkocht ook Huda Beauty. En daarvan heb ik, hoe zeg je dat? Een de nieuwe matte face primer gehaald. Met deze face primer als ik het goed heb. Dus dat laat ik jullie straks wel zien. Maar ik ben geslaagd dus. Yes. Nothing is coming out. I think it's a finish. Ja, ik ben nu in de Bombay store. En ze hebben super mooie beelden. Kijken of ik wat kan vinden. En we zijn hier een parfum aan het proberen. Ja, very musky. Best wel zware parfum, maar wel heel lekker. Oh, vorig jaar had ik dit gehaald op de airport. Sommige zijn gold-plated als ik het goed heb. Het zijn boekenleggers. Dit is wel heel schattig. Kijk eens. Een toek-toek. Kijk, hoe mooi. Dit is thee. Heel leuk om cadeau te geven. Ik ga denk ik deze. Mevrouw die me aan het helpen is, wees me net deze wierook.
Het is van rozen gemaakt, helemaal natuurlijk. Hij ruikt heel lekker. Maar ik ben op zoek naar een Ganesh beeldje. Want zoals jullie weten is Ganesh mijn favoriete god. Even kijken wat ik kan vinden. Maar er zijn ook hele schattige kleine olifantjes. Kijk, ze hebben dus van die paraplu's met designing op ze. En kijk hoe mooi het eruit ziet. Oh, dat is zo cute. Misschien neem ik een kleine versie van deze. Oh. You have this one in small too? Yes, ma'am. Small size, no. Oh, nu die heeft er al opstaan. Kijk even, Ganesh bekwam hier. In het water. Ja? Be careful. Oh, that's so pretty. Oh. Show me the fan. Kijk. Oh, heel mooi. Er zijn nog meer soorten patronen. Oh, dat is er één. Daar ben ik niet heel weg van. Dat is oké. Is this one the same as this? Yes, ma'am. Oké. Let's see that one. Oh, die is ook heel mooi. En dat is de tweede. Oh, ik kan niet kiezen. Want ze hebben ook super mooie shells. Ik word helemaal gek van al de mooie dingetjes. Oké, ik ben hier in het restaurant waar ik gisteren ook was. En ik dacht, ik laat jullie meteen zien wat ik gekocht heb. Oh, ik ben dus naar deze geweest. Bombay Store. Daar heb ik dus een paraplu gehaald. Ja, zie deze hero. Die kan ik het laten zien. Een tas. Zo'n tote bag voor je boodschappen. En dan een hele mooie kaart. Kijk, dat is deze. Dus dat is een van stof gemaakt. En aan de binnenkant is dat opgeplakt. Maar het is heel mooi en net al gemaakt. Die leek me heel leuk om mee te nemen. En dan ben ik natuurlijk naar de Nykka winkel geweest, wat ik vertelde. En ze hadden daar dus Nykka Beauty. Oeh, ik heb trouwens een gift bij van gehad. Dat is deze. Een gouden make-up pouch. Omdat ik zoveel geld had besteed. Of een bepaald bedrag. Die zien mijn gezicht niet, maar goed. Dan deze. De Samantha Lashes van Huda Beauty. Ze zijn heel mooi in Dispy. En dan, even kijken. Een lip liner. Die is heel erg mooi. Ik swatch hem al meteen. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen, want er is trouwens een airco bij de deur aan. Oh, deze is nog helemaal dicht in plastic. Oké. Okay. Laat ik wel het hotel zien. Maar verder hebben we aan. Kijk eens. Een liquid lipstick. Dat was deze. Zet dat pas even weg. Een donkerbruine kleur. Oeh. Kijk. Zie? En dat dagje is heel mooi. Ik dacht als je dat gewoon een klein beetje aanbrengt op de lippen. En dan uitblendt, kan het heel mooi zijn. Dan heb ik deze matte perfecting primer van Huda Beauty. Dus jullie zullen wel langs op het zoek komen. Hij is best wel recent uitgekomen. Een paar maandjes geleden. Ja, een paar maandjes inderdaad. En dan twee lipsticks. En toen is mijn eten ook al gekomen. Maar ik wil jullie ook nog wat de lipstick laten zien. Even kijken. We hebben twee kleuren. We hebben Jane en we hebben, even kijken, Mona Lisa. Twee kleuren. Eentje is bruin en eentje is wat meer rood getint. De deksel is wel heel slecht van deze. Oké, misschien ga ik zo wel even terug. Maar in ieder geval, ze hebben een wat rozere kleur. Ze kochten ook MAC en zo, maar ja, dat kunnen we natuurlijk ook in Nederland halen. En deze bruine. Dat is de tweede kleur. Mijn eten is er ook al. Ik heb een pesto salade met groenten en kip. Dus daar heb ik heel veel trek in. Ik ga eten en dan straks
straks richting de dansschool. Waarschijnlijk gaan we 2 lessen volgen. Dus even kijken hoe we dat gaan doen. En of ik dat überhaupt haal. Maar ja, eerst eten en dan spreek ik jullie straks. Ik heb net een tuk-tuk teruggenomen. Maar ik was jullie in het restaurant mijn lipsticks aan het wijzen, laten zien. Maar ik ben nu thuis, dus ik kan hem opdoen. Trouwens, deze is zo los, hè. The magnet is not proper. Yes, toen ik dus de lipsticks aan het kopen was... Toen hadden ze ze geopend, want ze laten jou controleren of alles oké is. En er zaten dus fibers op en allemaal gaatjes erin. En ik weet niet of sommige van jullie de Jaclyn Hill Cosmetics drama hebben meegemaakt. Maar haar make-up was expired als het ware. En het was aan het schimmelen bij sommige mensen. Dat komt door contaminatie. En nu is het zo dat ik dat zag. Ik zag kleine fibers op de lipstick. Dus ik wou graag een andere. Daar kan je voor kiezen natuurlijk. Maar kijk ik nu, is de deksel zelf niet goed. Want ik zie, je doet 1 keer hard zo en hij gaat eraf. Het is heel losjes. Terwijl die andere, hier deze, het is magnetisch. Echt een goede magneet heeft. Zie je dat? Dus ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb hem al wel geswatcht, maar ja, wat moet ik er aan doen? Niks. Dit is de lip liner in de kleur Lips Don't Lie lip liner. En oeh, het is best wel een mooie kleur. Hier, hierboven is hij. Het is een soort van roze mauve kleur. Oeh, en ik gebruik wel even met de bol. Oké, ik ga het doen. On the first bath. Textuur is echt heel chill. Ik wil zeggen, nu ik hem heb aangebracht, doet het een beetje denken aan Trendsetter van Huda Beauty. Dus het gaat focussen. De camera is dus veel donkerder. Ik weet niet of de kleur beter te zien is. Oké, dit is de eerste kleur. Dit is dan de kleur in Mona Lisa. Oké, ik heb maar even de andere lipstick en de lipliner weggehaald. En dit is dan de tweede kleur. Maar het is niet slecht. Met een goede lipliner moet die ook wel mooi zijn. Oeh, en ik was nog terug geweest voor mijn Samantha lashes. Want die hadden ze me de eerste keer niet gegeven. Of die waren ze vergeten te geven. Dus daarvoor ben ik terug geweest. Maar dat is het. Dat is de haul van vandaag. Tot straks. Thank you.